Het is vandaag de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Al jaren wordt er volop ingezet om de biodiversiteit te bevorderen. Zoals het aanleggen van bloemenvelden, minder maaien en natuurgebieden herstellen en beschermen. Ecoloog Constant Swinkels doet onderzoek naar de biodiversiteit en ziet de effecten van deze acties. Tegels eruit, planten erin. En ook worden bermen minder gemaaid en mensen zijn druk bezig met het vergroenen van hun eigen tuin. Het lijken allemaal kleine veranderingen waarvan het effect misschien niet gelijk zichtbaar is. Draagt dit nou echt bij aan de biodiversiteit? Ecoloog Constant Swinkels ziet dat ook deze kleine veranderingen een verschil maken. Als je gaat van een situatie waarin relatief weinig plekken zijn waar biodiversiteit kan zijn, naar een situatie waarin er heel veel plekjes gecreëerd worden. En op het moment dat je die plekjes echt gaat verbinden door meer en meer plekjes te maken, ja, dat is fantastisch. Daar zien we in het buitengebied echt al de voorbeelden van, maar in de stad kan dat ook. Constant doet zelf onderzoek naar de biodiversiteit op dijken. De waterschappen gaan bewuster om met hun maaibeheer in deze gebieden en inmiddels ziet Constant verandering. Ja, we zien dat effect meteen terug in insecten. We hebben op onze dijklocaties al meer dan de helft van alle Nederlandse wilde bijen gevonden bijvoorbeeld. Maar ook veel zweefvliegen. Koninginnenpage zit tegenwoordig veel op de dijken. Maar ik zie ook vaak vogels die daar toch op die dijken gaan zitten. En bodemleven komt ook terug. Eigenlijk dat hele systeem veert op als het ware. Het onderzoek naar de dijken betreft een groot gebied. Maar ook kleine veranderingen dragen bij aan de biodiversiteit. Lokaal in tuinen bijvoorbeeld zien we dat als je je tuin diervriendelijker inricht, dat de insecten daar meteen op reageren. Maar we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe dat dan opschaalt naar het niveau van een stad. Maar het valt natuurlijk te verwachten dat het alleen maar beter is als je meer doet. En een divers gebied is van groot belang. Ja, we hebben biodiversiteit in zoveel aspecten van ons leven uiteindelijk nodig. Als je denkt aan bestuiving van bijvoorbeeld appels en peren, ja, daar heeft biodiversiteit een hele belangrijke rol. En er blijkt ook dat als mensen kunnen wandelen in plekken met mooie plekken met biodiversiteit, dat je over het algemeen mensen daar een geluksgevoel van ervaren ook en tot rust komen. Dat is ook goed voor je eigen gezondheid.